zoals jullie wel eens hebben gezien, zitten wij meestal op de fiets of lopen we ergens naartoe. Maar that's all about the change. Ik kan wel parkeren, maar file parkeren kan ik niet. En bij ons in de straat is het alleen maar file parkeren. Oké, dus ga ik je leren. Wel op les dan. Elise gaat op les bij Jamel. File parkeren. Elise heeft vandaag de eerste bruiloft fotoshoot. En ik ben stiekem toch langsgekomen om even te kijken. En ik zie het precies fotograferen. Check dit. Wat ben je, Lies? Nou, in eerste instantie wilde ik je inschakelen voor fileparkeerlessen. Maar? Maar oefening bij kunst. Wat ben je nu? Ik ben een gangster. Nee. In één keer. Gisteren ook. Nou, daar, in één... ik vind nog steeds, kan het wat strakker. Wat wil je me laten zien? Ik heb speciaal iets voor jou geïnstalleerd. Wat dan? 100% NL. Kijk zo meteen. Want ik moet jullie iets vertellen. Jamel heeft namelijk een dirty little secret. Verslaving. Nou, inmiddels is het niet zo'n secret meer, geloof ik. Nee. Hij is verslaafd. Aan? 100%. Nou, fantastisch, hè? Ik vind het allemachtig fantastisch. Ik heb het speciaal voor jou geïnstalleerd. Jongens, we hebben het busje ingeruild voor een schattige 107 Peugeot. We hebben een eigen auto. Ja. Onze eerste. Dus dat betekent dat er dus nu nog meer reizen aan gaan komen. Dus je zult ons vaker gaan zien op de meest gekste plekken. We gaan vertellen wat we vandaag hebben gedaan. Elise, mag je beginnen? Ben je benieuwd? Ik ben heel benieuwd. Ik ga je zo filmen. Nou, komt ie. Oh! Ik had mijn allereerste trouwdag om te shooten. De haar gedaan, make-up gedaan, hier eigenlijk kan mijn haar. Zijn naar de buiten gegaan, ze getrouwd, een beetje een feestje. Was dat je dag? En nu? Wat ga je nu doen? En toen was ik klaar en toen dacht ik, oh yo, ik zou wel kunnen slapen nu. Maar toen dacht ik, nee! We hebben een nieuwe auto. Kut. En die schreeuwt om aandacht. En ik ga lekker mijn vriend opwachten. En dan gaan wij naar, kijk wat ik ook heb geleerd, de lampen. Nou, mijn dag. Mijn dag begon vandaag heel vroeg natuurlijk weer. Ik had om 7:15 een PT-sessie met Andrea en die heeft natuurlijk weer gebikkeld. Toen had ik, welke dag is het vandaag? Het is vandaag donderdag. Nee, ik heb niet PT-sessie met Andrea gehad. Ik weet niet meer welke dag het is. Lekker bakje koffie gedaan, rustig opgestart, even naar Starbucks gaan om mijn koffie te halen. Daarom ging ik vroeg op. En mijn tanden gepoetst vanochtend. Zo, echt? Wow, het is een bijzondere dag vandaag, zeg. Het is een hele bijzondere dag. Allebei voor het eerst dingen gedaan. Daarna naar het strand. Geraft, lesgeven aan Jasper hoe die voortaan zijn eigen groepen moet draaien. Ik vond het super tof. En de groep vond het ook super tof. En toen gingen we het water op met de groep. We dachten van ja, het begon al een beetje te donderen. En ik dacht van ja, oké. Het dondert en het bliksemt en regent met de bier. Het wordt pompen of verzuipen. Dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind en als de regen. La 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 la.
Dus toen waren we dus op het water met twee boten. Maar het ging gewoon niet. Ze kwamen de branding niet door. En dat vond ik echt te grappig. Dus we gingen met z'n allen in één boot. En toen de eerste golf die we tegenkwamen, was gewoon smack. En ze vlogen met z'n allen uit de boot. Gewoon echt gewoon smack. Zelfs ik vloog eruit, waardoor ik onder de boot terecht kwam. Ik ging helemaal stuk op mezelf. Dus gewoon blablabla. Maar, wat vind jij? Ja, zeg maar wat jij wil. Jij bent de baas, jongen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Als je zegt links is het Simonus, als je zegt rechts is het Hartwig. Rechts. Wat vind jij daarvan? Ja, dan gaan we rechts. Kan je daarmee leven? Vind ik ook een goed idee. Kom, put it here in the fuckie. I'm gonna put the auto here in the fuckie, is het goed? Dat is het. Zo, de auto's put in the fuckie, ja? Ja. Zo, we zijn onderweg in Billy, lieftallige Billy, de nieuwe auto van ons. Goeie, maar ja, we rijden over de trambaan. We zijn dus, oh ja! We zijn dus onderweg naar Barendrecht, naar de moeder van Elise, want we blijven daar slapen. Want morgen heb ik namelijk de Kika Run van 10 kilometer en ik heb mezelf 2 maanden geleden een doelstelling gegeven dat ik €750 moest ophalen voor de Kika fonds. En dat is me eergisteren namelijk gelukt. En daar ben ik echt super blij mee. En ik ben ook echt super blij met alle donaties van iedereen. Echt de bedragen kwamen op een gegeven moment binnen. En ik heb op een gegeven moment zelfs van wauw. Ik stond echt versteld van de grote bedragen. We gaan zo eten dus bij de moeder van Elise. En daarna gaan we gezellig met z'n allen naar Maartje in Stellendam. En dan gaan we even gezellig bij Maartje langs met een cadeautje. Een hele leuk cadeautje, want Maartje is namelijk geslaagd. Ja. En die is op dit moment dus je vrouw. Ja. Gefeliciteerd Maartje! Hallo, we zitten weer in de auto. Ja, onderweg naar de feestje van Maartje. Ja. En Elise kan niet rijden. Maar dit is dus Elise. Dat is de moeder van Elise, dat is Anne. Dan hebben we ook nog de oma van Elise. Hallo! Die zit er ook bij. Op dit moment ook in de vlog. Oma is er ook. Oma op de vlog, hè? Oma op de vlog! Hallo! Zijn die snoepjes al op? Ze zijn bijna op. Oeps. Dat feestje was een beetje te laat geworden. Het was wel heel gezellig. Hè? Het was wel heel gezellig, ja. Hola amigos, buenos dias, de septembros de 25 junios, de speciale dagos de Kika Runos, und ich mache ein Vlog voor das Run
dat is gaan machen today. En ik ben über toll. Dat is dat. Ja, arriba, arriba, schön machen, ja. Hoe zit ie hoor? Ik ben even mentaal aan het voorbereiden. Hoe zou ik eens even kijken? Ik heb natuurlijk ook ergens hier 100% NL. Kijk. 100% NL. Ah, oh, er wordt gewoon voor je gezorgd, jongen. Oh, 100% NL. Hier ook. Mijn kuit, jongen. Mijn kuit is aan gort. Lekker, man. Yes. Voor Kika, voor jullie, voor iedereen. En nu komt een heel belangrijk moment. Ik zeg het tegen jullie, maar ik zeg het ook tegen jullie. Want we gaan nu de checks bekendmaken. De eerste check die we bekend gaan maken. Arthur, kom even tussen de kinderen staan. Mag ik zien hoeveel PMA gesponsord heeft aan dit evenement? Wow! 45.000 euro, jongens. Wat is het bedrag dat wij met z'n allen hebben opgehaald vandaag voor Kika? Woo!
gewoon 13. Wat fantastisch. Dit gaat natuurlijk allemaal naar onderzoek. En dat gaan we heel erg goed besteden. Nou, lekker naar huis zo meteen. Sons of Anakiris. Zijn we weer onderweg terug naar Den Haag in Billy. En we hebben vandaag een fantastische dag gehad bij de Kika in Rotterdam. Ik vond het heerlijk. De eerste 3 kilometer gingen super. Daarna begon mijn kuit een klein beetje op te spelen. Maar ik ben toch doorgegaan. 47 minuten. Ik ben trots op mezelf. Ik vind het echt knap. Dankjewel. En nee, super tof. Het was echt heel mooi. En goed geregeld ook allemaal. En er is dus bijna 3,5 ton opgehaald voor de Kika Fonds. Ja, want het was heel netjes. Net onder de 3 ton. Ja, net onder de 3 ton. Arthur van PMA. PMA ook nog 45.000 euro gespendeerd. Ja. Super gaaf. Maar we gaan iets doen wat ik en Elise nog nooit hebben gedaan. Dus. Het is hier toch? Dit is toch, die fabriek zit hier in de buurt. Ja, ja, je hebt gewoon in je broek gepist. Ik ruik het wel. Geef de fabriek maar weer de schuld. Het is nooit een broek. Mooi verhaal dit. Sorry. Dankjewel. Doei. Mahalo. Het is gelukt. Ik kon het. Ik deed het helemaal zelf. Vind je dat nou? Ik wist niet dat ze zoveel hadden. Auw! Dat was echt overdreven. Nee, dat was echt overdreven. Ik ging je masseren. Weet je wat het meest pijn doet? Daar, daar. Dat hoorde ik. En 3 auto's voor ons en achter ons hoorden het ook. Dankjewel.